Benito van der Pas is de eerste winnaar van de Hague Championship en wint 10.000 euro aan prijzengeld. In een spannende finale wint de Tilburger met 7-5 van Hagenaar Jeffrey de Zwaan. Ja, ik begon... Jeffrey begon goed. Ik kwam 3-0 achter. Op een gegeven moment kom ik, geloof ik, 5 of 6-3 voor. En dan weet je gewoon, je moet afmaken. En dan komt hij terug tot 6-5. Ja, en dan gelukkig... Kneep je hem in die beginfase? Ja, zeker. Ik denk, nou, dan moet ik even een lekje pakken. En dat doe ik dan voor 3-1. En ik breek hem terug 3-2. Ik maak 3-3. Op een gegeven moment kom ik, ik kom 6-3 voor of 6-4. Ik denk, dit moet je gewoon pakken, klaar. En hij maakt goede lek, maakt 6-5 en ik hou mijn eigen lek de laatste. En gelukkig. Toernooidirecteur en Feyenoord-speler Lex Immers, die zelf ook meedeed aan het toernooi, kijkt tevreden terug op de eerste editie van de Hague Championship. En kijkt eigenlijk nu al uit naar volgend jaar. Alleen dan in een andere week, zodat ook de grote jongens mee kunnen doen. Maar dan niet tegelijkertijd met het Grand Slam of Dart, want... Dat gaan we niet doen. Dat ga je niet meer doen, want Anders had je misschien Van Barneveld, Van Gerwen hier wel gehad. Ja, misschien wel, ja. Maar het is natuurlijk voor mij kort tijd geweest. En ik moest het in 4 maanden tijd voor elkaar bereiden. En dit is eigenlijk het enige weekend wat ik vrij had in verband met de voetbal. Maar dat zeg ik al met al wat daar ook gezegd wordt. Ik ben heel erg tevreden en... Fantastisch. En volgend jaar zeker weer. Absoluut. Een van de meest opvallende wedstrijden tijdens het singletoernooi is die tussen voormalig Lakeside-winnaar Jelle Klaassen en de 12-jarige Keanu van Velzen. Helaas voor de tiener is Klaassen te sterk. Ik vond zelf wel dat het goed ging. Maar Jelle Klaassen is een goede gooi, dus maak je op zich weinig kans. Je denkt, ik mag niet verliezen en iedereen is voor hem. Als hij een keer een triple gooit, dan schreeuwt iedereen. Als jij 140 gooit, is stil. Maar dat is het leuke van deze toernooi. Dat is gewoon positief storen. Je wist donderdag dat je tegen hem moest gooien. Hoe heb je erop voorbereid? Rust nemen. Lekker veel trainen. En het was het wel. Hij kan echt, hij is pas 12 en hij gooit echt al heel goed. Dus ik wou dat ik zo goed was toen ik begon. Ik was 16 toen ik begon. Dus hij heeft een grote toekomst voor zich.